kijkers van Roosje's Wereld. En leuk jullie kijken naar een nieuwe. Wat zit daarin? Vandaag hebben we weer een pakketje. Deze. Maar de vorige aflevering hadden we deze. Met een Vaporeon knuffel. Ik kan het in principe wel die staart nog een keer losmaken, maar ik liever toch niet. Maar deze hebben we uit het vorige pakketje gekregen. Even een recap voor mensen die misschien de video hebben. Die achterstevoren kijken wat ze het leuker vinden ofzo. In ieder geval, deze hebben we vorige video gekregen. Mensen die niet zo. Voor de mensen die hem niet gezien hebben. Dit is wat je in de vorige video hebt gemist. Qua uitpakken. In ieder geval heb ik weer hier een pakketje. Ja, ik heb een pakketje weer voor jullie. En ik heb een kleine vermoeden wat erin zit. Dat zijn een paar schoenen. Want ja, ik had nog schoenen besteld. En deze moest opgehaald worden bij de postkantoor. Dus ik heb echt de vermoeden dat die schoenen in zitten. Hij werd heel goed verpakt. Want je ziet gewoon dat hier een plakband overheen is gegaan. Dus ik ga hem gewoon een stukje open knippen. Ik hoop niet dat mijn schoenen kapot maakt. Ik knip gewoon even de hoek eraf, zo. Dan heb ik gewoon een vrij spel hier zo, om mijn vingers in te doen en dan kan ik hem open scheuren. Ja, mijn schoenen zijn er. Mijn tweede paar schoenen die ik besteld had. Ik zal ze even zo neerzetten hoor. Zo. Zo. Dat zijn wel leuke schoenen. Ik ga deze even eentje eruit halen. Zoals jullie zien zijn het zomerschoenen die ik besteld heb. Dat is anders dan wat ik de vorige keer had. Wacht even. Hoe de fuck werkt dit? Oké. Oké. Ga ik uitzoeken hoe dat werkt. In ieder geval heb ik best wel leuke zomerschoenen gekocht. Het zijn sleehakken. Wel wat glitters zie ik hier. Heel goed, kijk, zitten er glittertjes op. Maar het zijn leuke sleehak zomerschoenen. Ik vond ze erg leuk vandaar dat ik ze gekocht heb. Ik hoop dat ik ze pas. Maat 38, dat is mijn maat. Maar ik hoop niet dat die te smal is. Want mijn voeten zijn nog best wel breed. Ik ga ze gewoon passen. En dan zie ik wel of ze goed zijn, ja of nee. Doe ik niet in deze video, want daar is deze video niet voor. Ik kan het ook wel een keer wel doen. Weet je, ik doe het gewoon een keer. Nou jongens, zoals jullie zien, zien jullie nu mijn voeten. Als het goed is, ja. Ik heb hier de schoen. Die ga ik gewoon even aandoen. Even kijken of het past. Of mijn voeten niet te breed zijn. Ik weet het niet hoor jongens. Ik vind het hartstikke leuk. Nee, ik weet het niet. Wat vinden jullie? Nou ja, in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Oh, wacht. Kijk. Vergeet niet te liken. Abonneer voor meer hier beneden. Zie jullie bij een nieuwe video. Later mensen. Thank you.